What's up guys, Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe video. In deze video ga ik het met je hebben over de Matrix, waar heel veel goeroes over praten, maar ik ga je precies uitleggen wat nou eigenlijk de grootste leugens zijn die de Matrix tegen je vertelt en het systeem en eigenlijk de overheid en wat mensen van je verwachten en dat we eigenlijk allemaal richting een bepaald pad wordt geduwd. En ik ben jou hier aan het uitleggen hoe jij niet het traditionele pad kan gaan volgen. Oké, eerst, waarom zou iemand überhaupt leugens vertellen? Heel simpel, iemand heeft er dus persoonlijk gewin bij. En geld liegt niet. Als iemand geld kan verdienen door een leugen te vertellen, dan zullen heel veel mensen dat doen. En sommige leugens van het verleden kan je zien dat de geschiedenis zichzelf herhaalt. Dus let daarop, dingen die je vaker zijn gebeurd, die kunnen keer opnieuw beginnen. Dus stel je voor, iemand heeft al een keer gelogen, is het al logisch dat hij de volgende keer ook weer gaat liegen. Het is een repeterend verhaal. Regel nummer 1 van de Matrix, ga naar de universiteit. Ga naar de uni en verspil je krachtigste jaren van je leven, 18 tot 25. En vul deze plekken met goedkope drank en drugs, sigaretten, social media, porno, etc. Allerlei bullshit die je niet gaat helpen in dit leven. Leer dingen die totaal niet relevant zijn in de huidige tijd. Dingen die je fucking 20 jaar achterlopen. Ik heb een ondernemerschapsstudie gedaan en ik heb nog nooit zoveel bullshit gelezen waar ik niks mee kon. Zet je in de schulden. Ik zag laatst zelfs een video voorbij komen dat sommige mensen al een ton in de schuld staan. Ik heb 1 jaar gestudeerd en daarin had ik 3.500 euro schuld zonder op kamers te wonen. Dus als ik dat 4 jaar had gedaan, had ik 15.000 euro schuld ongeveer. En boom, na deze schulden zit je dus vast in de Matrix. Je moet dus een baan nemen en dus moet je alvast gaan beginnen met het afbetalen van je uni. Daarna moet je je huis gaan afbetalen en daarna ga je eventueel zelfs dood. Hierdoor moet je dus een baan nemen om je schulden af te betalen van je uni. Een later schulden van de hypotheek. En dan ga je waarschijnlijk een gezin starten met je vrouwtje. En dan moet je daar ook weer kosten voor rekenen. Nou, de mogelijke voordelen van de universiteit. Je leert de social skills. Je leert andere mensen kennen. Je leert misschien ondernemende mensen kennen. Dat is misschien een positief iets. Je leert omgaan met het andere geslacht bijvoorbeeld. Of allerlei andere dingen. Regel nummer 2. Neem een 9 tot 5 baan. Helemaal niks mee als je een 9 tot 5 baan neemt, maar als je los wil komen van de Matrix, van de huidige baan of studie die je helemaal niet leuk vindt, waarom stop je er dan niet mee? Je ruilt letterlijk je tijd in voor geld. Je verkoopt je ziel voor 40 uur in de week. En het is zelfs nog veel meer dan 40 uur in de week, want je moet 's ochtends ook naar je baan toe en je moet 's avonds ook weer thuis terug. Dus het is ook allemaal opportunity cost. En er is weinig potentie om veel geld te gaan verdienen. Hierin ga je dus een gemiddeld leven leiden en word je geleefd door je baas. Je bent momenteel je baas rijk aan het maken, wat niet de bedoeling is. Je wilt jezelf rijk maken, anders kijk je dit soort video's niet. Regel nummer 3. Alcohol hoort bij het volwassene leven. Het verlaagt je testosteron, maakt je potentieel als man kapot, verneukt je weekend als je op zaterdag gaat zuipen en ben je zondag niks waard. Hierdoor raak je dus achter op de rest, werk, business, fitness, etc. Je hebt het helemaal niet nodig om het gezellig te hebben. Ik ben dit jaar volledig gestopt met alcohol en het was een van de beste beslissingen die ik heb gemaakt, privé en business. Ik heb nog nooit zoveel geld verdiend als dit jaar en alcohol was daarin een cruciale factor omdat ik eigenlijk altijd vanaf nu scherp ben en nooit lekking ben op de dingen die ik graag wil bereiken. En je hebt het ook gewoon niet nodig om meisjes aan te spreken of bijvoorbeeld het gezellig te hebben of voor bepaalde andere redenen. Ondernemen is een risico. Ja, het leven is een risico. Naar mijn mening is je eigen onderneming je beste kans om rijk te worden. Ik heb verschillende dingen geprobeerd in dit leven. Aandelen, crypto, vastgoed. En het grootste rendement dat ik ooit heb behaald is altijd op mijn eigen business. Alleen wordt er superveel afgeraden om dit te doen. Als je een studie wil doen, krijg je zo'n dikke lening van 30 tot 40k minimaal voor 4 jaar. Wil je een business starten, dan wordt 5.000 euro al moeilijk om dat te krijgen. Zie je het verschil? De bank wil niet dat jij je eigen business start. De Matrix wil niet dat jij rijk gaat worden. Tuurlijk nemen ze dat risico liever van 30 tot 40k, omdat ze weten dat je in een baan meer zekerheid hebt, tussen aanhalingstekens. Nou, als je COVID hebt meegemaakt, dan weet je dat er totaal geen zekerheid meer is in deze wereld. Dus dat is een grote leugen. Regel nummer 5. Het is oké om zwak te zijn. Het is goed om fastfood te eten, porno te kijken. Social media te gebruiken de hele dag door. Niet trainen. Heb je ooit een chick ontmoet die je wilde omdat je een zwakke lullen was, of een business deal geclosed omdat je een zwakke persoonlijkheid hebt? Mannen moeten stoïc zijn, je moet sterk zijn als man. En de wereld is uiteindelijk door mannen gebouwd. Alles om je heen wat je kijkt is door mannen gebouwd. En daardoor wil je geen slaaf zijn aan je emoties en verlangens. Resist the slave mind. Dat is de enige manier om los te breken. Regel nummer 6. De zon is slecht voor je. Al het leven op aarde komt van de zon. We zijn gemaakt om onder de zon te leven. Te weinig zon? Neem dan vitamine D. Ik zit hier in Bali en hierin heb ik dus genoeg zonlicht.
En ik zorg ervoor dat ik me zo min mogelijk hoef in te smeren. In het begin heb ik dit wel gedaan. Zo meteen smeer ik me ook even in als ik even ga surfen. Maar niet te veel. Want ik ben niet fan van insmeren, in ieder geval. Van wat daar precies in zit in zonnebrand. Het is essentieel om dus veel zonlicht te krijgen op een dag. Het is ook goed voor je mood, merk ik. Ik merk dus een stuk hoger gelukkigheidsgevoel hier ten opzichte van Nederland, waar het alleen maar regent. Het is essentieel. Volg het resultaat. Volg het geld. Wat moet je doen? Wat moet je doen als je gelukkig bent? Dat zijn allemaal dingen van, hey, follow where the money is. Dat gaat je dus helpen. En de zon helpt je bij jezelf beter voelen. En dan kan je ook meer uit jezelf halen uiteindelijk. Nou, het rijden van elektrische auto's, fucking bullshit. 100 km per uur op de Nederlandse snelweg rijden. Dit is een van de grootste bullshit die ik ooit heb gehoord. De overheid wil steeds meer de macht over je geld, over je auto en over al je bezittingen. Ja, ze proberen je steeds meer te controleren en daardoor worden de meeste mensen ook steeds beperkter. En dan wordt die mindset ook beperkter. Oké, dat waren eigenlijk de... Oh nee, we hebben nog een regel voor je. Dat is regel nummer 8. Je hebt geen religie nodig. Dat is wat ze willen dat je gaat geloven. Ik ben zelf christelijk opgevoed. Ik heb een communie gehad. Ik ben gedoopt. Alleen ik geloofde nooit erg in de kerk. En sinds dit jaar ben ik eigenlijk weer meer mezelf gaan verdiepen. En dit jaar staat voor mij echt in het teken van stoïcisme. Dus Griekse filosofie. Epictetus, Seneca. Hele grote wijsheden van vroeger. Die eigenlijk al duizenden jaren oud zijn. Daar haal ik heel veel uit. En die gebruik ik in mijn dagelijkse leven. En ja, dat geeft me enorm veel hoop. Ik ben ook van plan andere geloven te bekijken, maar in ieder geval voor nu ben ik dus puur gefocust op het stoïcisme, omdat het heel erg bij mij past, fysiek en mentaal. Nou, wanneer de wereld dus verzaakt, wanneer shit hits the fan, dan ben je in een interessante positie. Je bent hierin hoop aan het verliezen. En als je geen hoop hebt in een geloof, dan wordt het heel lastig. En ja, de wereld is uiteindelijk ook gebouwd op hoop. En de hoop, die hebben we ook nodig in deze moeilijke tijden eventueel, die er nu zijn en die er nog aan gaat komen. Oké, ik hoop dat je superveel hebt gehad aan deze video. Check mij op Instagram Paul van Sprundel of Facebook Paul van Sprundel. En dan check je weer in de volgende video. Ciao, ciao.